Deze video gaat over het omzetten naar iets in zwart-wit in Snapseed. Om een foto om te zetten in Snapseed heb je verschillende manieren. Je zou er heel eenvoudig gewoon bij de tools en bij afstellen. In één keer de verzadiging uit kunnen halen, maar dat is natuurlijk een weinig sfeervolle manier om dat te doen. Dus ik klik even op het kruisje om dat ongedaan te maken. En ik klik nogmaals op de tools. En ik kies hier zwart-wit uit. En met zwart-wit heb je iets meer mogelijkheden, althans iets sfeervollere mogelijkheden. Je hebt een uh, zestal previews. Ik doorloop ze even neutraal waar die nu op staat. Dat is inderdaad gewoon de verzadiging eruit. Een contrastrijke preset. Eentje die wat lichter is, eentje die juist wat donkerder is, eentje die film simuleert en donkere luchten. Nou, dat gaat in dit geval niet zo op. Ik denk dat dat meer voor buitenfoto's geldt. Maar ik ga even van neutraal uit. In de voorinstellingen ben ik niet echt heel erg geïnteresseerd, dus die klik ik uit. En ik heb twee andere delen waar ik mee wil werken. Dat is het gewoon in het midden hier het aanpassen. Als je daarop klikt, dan heb je drie opties: de helderheid, het contrast en de korrel. Nou, om te beginnen: je foto zal altijd zwart-wit zijn. Je kunt niet bepalen hoe weinig verzadiging erin zit. Dan zou ik dat via het eerder getoonde tools doen en de verzadiging naar bijvoorbeeld min 90 trekken. Maar ik kan bijvoorbeeld wel de foto handmatig een heel klein beetje helderder maken. En bijvoorbeeld ook het contrast een heel klein beetje hoger zetten. En om er nou toch iets van een balans in de foto te houden. Heb je dus die kleurfilters? Als je daarop klikt, krijg je een zestal kleurfilters. Nu staat hij op neutraal. Dat is gewoon geen filter. Maar rood en oranje zullen effecten hebben in de huidtinten. Als ik dat bijvoorbeeld doe bij rood of bij oranje, dan worden die huidtinten iets lichter. Maar doe ik juist het tegenovergestelde bij blauw? Dan zullen tinten als geel en huidskleur zullen wat donkerder lijken. Nou, en groen is dan wat minder. En geel maakt het ook nog gewoon fel. Dus daarmee kun je ook een heel klein beetje spelen. Zeker als je een kleurrijke foto hebt, kan dat een aardige invloed zijn. En ik hou het in dit geval gewoon op oranje. Ik ga even terug naar de helderheid. Die zet ik een klein tikkeltje lager, want ik vind het te veel worden. Helaas loopt dan hier aan de rechterkant de foto een klein beetje dicht. Maar dat ga ik zo meteen oplossen. En ik wil er wat korrel bij toevoegen. En dat wil ik doen op ware grootte natuurlijk. Dus als ik gewoon dubbel tap op het gezicht. Dan wordt de foto vergroot tot ware grootte. En ga ik gewoon een klein beetje korrel toevoegen. Niet te veel. Je ziet dat dat effect op zich niet fraai wordt. Dus gewoon net even dat hele kleine beetje. En dubbel tik er nog een keer op om de foto weer te verkleinen. Nou, de korrel valt op zich niet veel op. Het ligt er natuurlijk ook aan hoe groot je foto is. Het is een kwestie van smaak. Maar ik zou nog laten zien hoe we dat randje hier aan de rechterkant terugkrijgen. Dat gaat echter niet via het zwart-wit-filter. Dat moet ik via een ander filter doen. Ik wil echter wel deze instellingen behouden, dus ik druk hieronder op het vinkje. En mijn foto is omgezet naar zwart-wit, inclusief de contrasten en de korrel. Nou, voor dat ene kleine stukje, dat doe je via het tool penseel. En dat vind je hier. En als je op penseel hebt geklikt, dan krijg je een viertal filters. En het filter wat je wil hebben, dat is belichting. En je kunt met Verkleinen en vergroten kiezen wat je wilt doen. Nou, ik ga gewoon voor vergroten plus 1. En ik ga met mijn vinger hier gewoon aan de zijkant een klein beetje schilderen. En ook achter bij het hoofd om net al even dat ene randje terug te halen. En is dit nou te veel? Je kunt gewoon op verkleinen klikken. En er nog een keer overheen schilderen. Je maakt dan je vorige bewerking ongedaan. En je nieuwe bewerking wordt gewoon toegepast. En op deze manier komt het model toch nog net even iets losser van de achtergrond. Als ik even wil zien wat de veranderingen zijn die ik nu heb gedaan, dan klik ik hierboven. Ik hou het ingedrukt om het origineel te zien. En ik laat het los om mijn bewerking te zien. Nou, ik ga even naar een soort van nulwaarde, de gum. En dan haal ik hier die hotspot op de schouder nog even weg. En op zich ben ik nu wel tevreden. En ik klik gewoon op het vinkje hieronder. Om ook deze bewerking toe te passen, ga ik even terug naar het origineel. Dat was dus de kleurenversie. Daar heb ik later zwart-wit bij gezet. En met het penseel heb ik nog net even die kleine stukjes teruggehaald. En zo eenvoudig is het dus om een foto vrij snel om te zetten. Ik moet er wel even bij zeggen, wil je dit nou gewoon heel serieus aanpakken? Dan is Snapseed niet de juiste tool. Dan zou ik eerder teruggrijpen naar Photoshop om daar gewoon op je gemak de omzetting naar Zwart-Wit te doen. Je hebt daar veel meer controle dan wat je in Snapseed ooit zult hebben. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doe doei! doei.